Welkom, beste leerling, bij weer een onderzoeksparagraaf. Vandaag 2.2 indicatoren en categorieën. Dan gaan we weer naar je onderzoeksvaardigheden kijken. Wat moet je daarbij kunnen? Je moet al een onderzoek kunnen opzetten en kunnen uitvoeren. En vandaag kijken we vooral naar het operationaliseren in indicatoren. En niet zozeer van hoofd- en kernconcepten. Maar we gaan wel variabelen operationaliseren en indicatoren kiezen. Dat zijn de twee. Ja, misschien weet je het nog uh, van je biologielessen. Een indicator die toont iets aan. Hier zie je een testje tussen een glas met gewoon water en uh, met eentje waar zetmeel in zit. Ze voegen jodium toe. En rechts uh, bij zetmeel reageert hij, slaat hij uit. En bij water niet. Daarmee is jodium een indicator van zetmeel. Dus je hebt het niet direct aangetoond, uh, maar uh, indirect. Het jodium zelf... Uh, is natuurlijk niet het middel dat je wilt weten. Je wilt weten of er in zit. Maar door het toevoegen van de indicator. kom je erachter of er in zit. Indicator gebruik je als aanwijzing. voor de aanwezigheid van iets anders. Ander voorbeeldje: een zwangerschapstest. Heb je misschien wel eens gezien in een film. Ja, die steek je niet in de baarmoeder. Je gaat niet, gaat niet prikken. tot je die baby voelt. en zegt: Oh ja, hij zit er. Hoe werkt het? Uh, een stofje in de urine van de vrouw. die reageert met de test. En die kan uitslaan en dan zijn ze zwanger. Dus uh, ja, je, je komt nooit met die test in aanraking met, uh, met de cellen in je baarmoeder. Maar via de urine test je dus indirect aan dat, dat, er, iets, uh, dat er een uh, kindje in je zit. Dus dat stofje in de urine is de indicator die reageert met, met, dat, uh, met je test. Stel nou voor dat je de onderzoeksvraag hebt. Moet ik je jouw al aan als ik straks naar buiten ga. Dan wil je eigenlijk weten. Is het lekker weer? Nou, je voelt dat als heel abstract. Je hebt niet een, uh, een thermometer voor lekker weer. Er staat niet op uh, van de, bij zoveel is het lekker en zoveel niet. Dus wat moeten we doen? We moeten dit abstracte begrip uh, moeten we, uh, operationaliseren. En we gaan dus uh, het indirect meeper maken van de abstracte variabelen. En je voelt, is het lekker weer? Is vrij abstract. En uh, we gaan het uh, indirect meebaar maken Zoals je net had gehoord bij, uh, bij indicatoren, Dat is dat je iets indirect gaat meten. Dus bij operationaliseren ga je op zoek naar een goede indicator voor wat je wil weten. Nou, als ik je vraag hoe meet je of het lekker weer is, welke uh, indicator zou je uh, verzinnen? Ik denk er heel veel over na. Pauseer de video. En dan gaan wij verder. Stel voor dat je hebt gezegd of het lekker warm is. En, en dit is dan je conceptueel model. Dan ben je al best ver. Alleen nu zou mijn uh, antwoord zijn op dit model. Links, uh, het is warm is geen variabele meer, want je hebt het al ingevuld. Uh, het is warm is al een statement. Het is gesloten. Je kan er niks meer mee veranderen. Wat is het tegenovergestelde van warm, koud? Is er een variabele die, die je kan invullen, waardoor je zegt het is warm of koud. Nou, wat je dan zou kunnen zeggen. De temperatuur is eigenlijk waar je naar op zoek bent. Temperatuur kan je invullen. Je kan uh, zeggen de temperatuur is 20 graden, dat is warm. Het is 10 graden, dat is een beetje fris. Of het is uh, 0 graden, het vriest. Dus temperatuur zou een mooie variabele zijn om te ontdekken, is het lekker weer. De variabele temperatuur geeft een indicatie van het abstracte begrip lekker weer. Zijn er nog andere die je kan bedenken? Misschien is temperatuur niet, niet genoeg. Misschien dat je het aan kan vullen met andere variabelen waardoor je een beter beeld krijgt. Ja, misschien zou je ja, ook al stellen voor dat het uh, wel warm is, uh, zeg 18 graden. Of uh, misschien 22. Stel ervoor dat het regent. Dan wil ik toch een uh, jas aan. Wat zou een variabele voor regen zijn? Want de regen is weer net zoals warm is, is staat vast. Inderdaad, neerslag. Kan je van alles invullen. Regen, sneeuw, hagel. Allemaal redenen om een jas aan te doen. Andere reden misschien. Ja, is de windkracht. Wijdt het heel hard, zou je misschien toch een jas aan willen doen. En van de gevoelstemperatuur gaat het toch omlaag uh, als het hard wijdt. Dus zo zou je een model kunnen maken waar je een abstract begrip, als is het lekker weer, uh, redelijk goed kan uh, gaan uh, bemeten met, met dingen die je echt kan meten. Ik kan neerslag, 80 mm regenneerslag, uh, 18 graden, windkracht 5, dat zijn hele makkelijk te meten variabelen. En dan kan je zo een beeld maken van een anders, toch lastig te meten variabel, als is het lekker weer. Ja, laatste begrip: sociale categorie. Wat is een sociale categorie? Uh, dat is een aantal mensen die enkele kenmerken delen, maar waarbij geen of nauwelijks sprake is van onderlinge relatie of binding. Anders gezegd, uh, dat zijn gewoon mensen die iets delen met elkaar. Stel nou voor, mensen die ontevreden zijn over de politiek. Nou, het is niet zo dat in heel Nederland iedereen die ontevreden over politiek elkaar kent en met elkaar in verbinding staat. Maar ze delen toch wel kenmerken. Bijvoorbeeld, ze stemmen vaak PVV. Forum van Democratie en SP. Misschien lezen ze vaker dan anderen de delegraaf. En misschien zijn ze vaker dan anderen voor een referendum. Nou, er zijn verschillende sociale categorieën te denken. Wij gaan er ook met een paar werken in de klas. Deze ga ik vragen aan je in de klas. Welke sociale groepen zie je heel vaak terug in corona onderzoeken? Nou, deze gaan we op het bord doen, dus je kan de video verder kijken. Samenvattend. Eigenlijk twee belangrijke voor nu: indicatoren en operationaliseren. Uh, indicator is iets wat je gebruikt als de aanwijzing voor de aanwezigheid van iets anders. Denk aan die zwangerschapstest. Er is geen directe meting mogelijk, want je wilt iets abstract meten, zoals is het lekker weer. Operationaliseren: het indirect meetbaar maken van abstracte variabelen. Uh, dus je gaat daarbij nadenken, goed nadenken. Welke variabelen ga ik kiezen die niet direct meten wat ik wil, maar indirect eh, dat wel meten. Oké, okay, dat zijn de twee eh, belangrijk voor vandaag. In de les gaan we ook werken met die sociale categorieën. Tot dan!